Ja, welkom bij de 8e aflevering van Training Simulator. Dat klopt. Welkom en vandaag gaan onze deuren niet open, zie ik. Het begint al lekker. Inderdaad, maar ja, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Vandaag zullen wij rijden. Wacht, ik moet dit heel even anders zetten, want dat is een beetje heel erg irritant. Zo. Vandaag zullen wij rijden van Alkmaar naar Heer Hugo Waard. We beginnen natuurlijk met de passagiers in te laten stappen. Ja, dus dat. We gaan een leuk ritje doen. Ik heb hem al een aantal keer gedaan, dus het moet een kat in het bakkie zijn. Om maar even zo te zeggen. Ja, kat in het bakkie. We doen onze frontseinde aan. We hebben al een groen sein, dus het kan niet meer misgaan in ieder geval. Nou, de bomen die gaan omhoog. En wij mogen gaan vertrekken. Oh, ik dacht dat je normaal altijd nog zo'n sign kreeg. Maar dat krijgen we vandaag niet. Oké, nou ja. Jammer dan. Zo, nou Dimitri, we zijn weer onderweg. Ja, en, naar Heer Hugo Waard, toch? Nee, ja, klopt. Heer Hugo Waard is het station wat we zo meteen komen. Dat is al zijn Schagen. Dus, Schagen? Dat, station Schagen, zo heet dat station. Oh, ik dacht dat het in Brabant lag. Schaagje. Ja, dat lijkt wel Brabant eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Oh, nee! Wat? Ik ga opeens over een wissel zonder dat ik het wist over met 100 kilometer. Oké, geen probleem, we leven nog. Oké, nou ja. We zijn in ieder geval los. We gaan richting Heer Hugo Waard. Een leuke route dit. Ik heb hem heel vaak gereden en... Ja, ik moest wel wat moeite doen om weer aan de praat te krijgen, want ik heb natuurlijk nog steeds mijn nieuwe computer. Dus, dat moest... En we rijden toch ook in een speciale trein? Ja, we rijden vandaag niet zomaar in een firm, we rijden in een OV Paint trein. En we kunnen hem natuurlijk zo even laten zien, even kijken. Hij is wel mooi, hè? Hoppakee. Ja, toch? Oh, dit ziet toch mooi. Ik dacht dat is een keer weer wat anders. Ja. Jij had toch ook een WK-trein? Nee, je hebt een Olympische Spelen-trein. Ja, ook... Olympische Spelen. Die heb ik ook nog, ja. En een. En volgens mij heb ik ook nog de van Alexander naar. Of van B naar Alexander-trein of zoiets. Zoiets is. Van Bea naar Alexander-trein. Oh ja, die van vorig jaar dan. Twee jaar terug. Ja, klopt. Ja. Die heb, volgens mij heb ik die ook nog. Maar je hebt zoveel verschillende. Maar rijdt deze nog waar we nu in rijden? Ja, waarom niet? Of hebben ze de verf eraf gehaald, de speciale? Nee, die rijdt nog wel. Hmm. En weet je wat het is? Volgens mij rijdt er maar eentje van in heel Nederland. Dus als je er één zit, dan is het natuurlijk wel uniek. Wel speciaal. Precies. Ja, en ik was vandaag Noord-Holland. En daar zag ik een... weet je zo'n ding nou, waar we vorige keer in reden? Mat 64, ja. Leuk treintje, hè? Ja, beetje... hij is op zich wel leuk. Ja, lekker oud. Lekker oud en vertrouwd. Ja, maar het was op zo'n... ik weet niet wat het was. Een soort opslag voor oude treinen. Er waren ook heel veel van die oude firms. En één was de helft van afgehaald. Echt waar? Ja, ik weet ook niet. Het zag er raar uit. Hmm. Nee, ik weet dat die Mat 64... die rijden alleen nog als extra treinen... echt als nood, zeg maar. Dus als je die ziet rijden, dan... weet je dat de NS materieel tekort komt. Ja, volgens mij stond die bij een soort sloop gebeuren. Oh, ja, dat is zonde. Ja, maar ik zag er pas ook nog één rijden. Het was ook ergens in Noord-Holland, dus ja. Ik snap niet waarom ze geen Mat 15 maken. Mat 15? Hoezo? Nou, gewoon eens een ouderwets vertrouwde trein, alleen dan een beetje modern. Nu kom je met een... De nieuwe opvolger, dat is de SLT. Maar ja, die SLT... Ja, hij trekt leuk op en alles, maar... Dat ding, het heeft alleen maar storing. Dus ja... Ja, nou, daar heb je er ook niet veel aan. Nee, precies. Nou ja. Die Mat 64, die rijdt door sneeuw, wind, regen. Sneeuw, ja, die rijdt zelfs door sneeuw. Sneeuw. Maar ik moet zeggen, we gaan lekker met Game Channel. We proberen iedere week natuurlijk weer wat nieuws erbij te doen. Nou, we zijn nu een beetje stabiel, anders zijn er wel heel veel veranderingen. Maar we hebben voor Game Channel weer een hele hoop leuke ideeën.
Mocht je nog leuke ideeën hebben. We hebben ook een idee voor een marathon. Ja, en ik heb een toevallig een misschien is het leuk van livestream een route gezien van 140 minuten. Zo, dat is wel heel lang. En volgens mij is er ook nog eentje van 3 uur of zo. Dat is echt bizar lang. Maar misschien kunnen we dat ooit een keer doen. Dat lachen. En ja, nou ja, dat dus. Dat, mocht je ons trouwens ook willen volgen op onze Twitter, dat kan. Dimitri, wat is jouw Twitter? GameChannel_. Oh, nou ja, mij kan je gewoon op mijn privé Twitter vinden. Bedoel, oh ja, ja, dat heb ik ook wel, maar daar moet ik nog even naar kijken. Want ben ik het wachtwoord van kwijt en alles. Oh, nou ja, mij kan je op twee Twitters volgen. Op Victor DJ Habbo. Nou ja, dat is een beetje mijn Habbo Twitter nog. En je kan mij volgen op Victor Beekman aan elkaar. Dus dubbel E, K-M-A-N. K-M-A-N. Ja, klopt toch wel. Okay. Oh. Ja, die kan je dan, dan kan je hem, kan je ons vinden. En als wij hier dus... Ik heb ook binnenkort wel een privé Twitter, maar dan moet ik even het wachtwoord zien te krijgen. Oké, okay, nou ja. We hebben in ieder geval hele vette koeien die hier aan het chillen zijn in het gras. Koeien die aan het chillen zijn. Alleen ze staan een beetje... ja, wortels te schieten, om zo te zeggen. Ken je dat gezegd? Wortels te schieten? Ja. Hoe bedoel je? Nou ja, ze staan niks te doen. Oh ja, wortels te schieten. Wacht, volgens mij ben ik al heel lang niet naar school geweest. Kijk, ze staan hier gewoon, het zijn gewoon plaatjes, ze doen niks. Nee. Eigenlijk zou je hier gewoon een heel knullig muziekje onder moeten plakken. Dat zou wel grappig zijn. Maar even to the point komen, want ik zie dat wij bijna bij station Schagen zijn. Anders rijden we hem weer voorbij natuurlijk. Dat moeten we ook niet Brabant hebben. Hoppakee, dat betekent dat we weer moeten remmen. Helaas. Even kijken, we moeten 80 rijden. 80? Dat is ook niet hard. Nee, nou ja, over een kilometer... Oh. Oh. Volgende station dan... dan zijn wij bij over 900 meter, dan zijn wij alweer bij het volgende station. Dat is station Schagen, dames en heren. Jongens, meisjes, dit is station Schagen. Schagen. En ik heb een keer ergens gehoord dat een treinmachinist, die mag niet zeggen dat er een vertraging is, maar die moet zeggen dat er een, ja, weet ik veel, die moet in ieder geval... Sorry. Een storing of een hinder of... Ja. En waar is te laat dat dan op? Ja, dat weet ik niet, dat heb ik een keer gehoord. Of het zo is, geen idee, maar... Ja, dat vind ik wel, dan lieg je de mensen een beetje voor. Ja, nou ja, ze moeten het wat netter vertellen. En wat is nou jouw raarste treinmoment, Dimitri? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Raarste treinmoment? Ja. Nou, als ik moet heel nodig mijn poepen en de wc is bezet. Maar ik durf serieus niet te poepen op de... op de wc van de trein. Die vind ik zo... Dat durf ik ook niet nemen. Maar hoe heet dat? Als ik echt heel nodig moet, dan... Ik heb dat 2 keer gedaan in de trein. Echt, dat was zo'n hel. Maar dan moest je ook wel heel nodig, of niet dan? Ja, inderdaad. Nee, daar wil je niet poepen, nee. Dan moet je heel nodig, ja. Maar wat is jouw raarste treinmoment? Nou, ik zou je vertellen, ik ging altijd naar stage en 2 keer per week. En dan moest ik altijd een half uur met mevrouw, wat zie jij er lekker uit vandaag? Wacht even, er loopt hier even een mooie mevrouw over het station. Dat moeten we natuurlijk even vastleggen. Tuurlijk. Oh, ze stapt de trein in! Gezellig, ze gezellig. hier staat ook nog iemand. Die staat... wacht. We gaan even kijken hoe een SLT aan de andere kant gaat vertrekken. Volgens mij moet die... Oh. Even kijken hoor, hoe moet ik hem nou zetten? Ik hoorde gefluit, maar ik zie alleen niet dat de trein... weggaat. Even kijken. Maar ja, mijn raarste treinmoment. Ik denk dat... dat was een beetje een soort dit station. En richting die kant, zeg maar, die kant, stond een trein met pech. En, nou ja, weet je wat het is? Er stond hier een trein stil. Nee, er was... Hoe ging dat nou? Er was iets heel kroms in ieder geval, maar die trein wat was het nou? Ik weet niet meer precies wat het was, maar die kon in ieder geval, die ging die kant op. Oh, er was volgens mij een lege trein, die ging die kant ook op, zo over een ander spoor.
En die gast die vertikte het gewoon om eventjes ons in te laten stappen. Want wij konden dus niet verder. Maar die trein dus wel. Dus dat vond ik echt... Nou, dat is niet, misschien niet het raarste, maar wel het... Het vaagste. Het vaagste moment. Het vaagste moment, ja. En, maar dan ben ik ook wel blij dat die... Dat die conducteur toen er alles aan doet om, om weer toch zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dus dat is wel een geluk bij een ongeluk. Of ja, ik weet niet precies hoe je dat moet verwoorden. Maar we gaan nu naar ons volgende station. En dat zal zijn station Anna Paulona. Anna Paulona. Heb ik wel eens van gehoord. Heb ik wel eens een tweetje voorbij zien gaan op Twitter. Nou, we gaan nou over naar een enkel spoor. Dat is helemaal het noorden van Noord-Holland. Ja, dat zal wel bij Heerhugowaard in de buurt liggen dan. Hoppakee. Het is voorbij Alkmaar, toch, Heerhugowaard? Ja. We komen nu vanaf Alkmaar. We gaan naar Heerhugowaard, dus. En we gaan naar het noorden. Ja, blijkbaar. Oh. Ik ben niet zo heel erg goed in aardrijkskunde, dus... Daar ben ik wel heel goed in, maar hoe heet dat? Ik weet... Kijk, als je mij van mij een hoofdstad van een land vraagt, dat weet ik zo. Ja? Ja. Amerika. Washington. Is toch New York, of niet? Nee. Oh. Dacht je dat serieus? Japan. Tokio. Goed zo. Ja, weet je wat het is? Ik had met kerst hadden we gingen we een spel doen. En dan moest je dus... we hadden ook eens een spel, moest je de hoofdstad noemen. Nou ja, de hoofdstad van Japan. Want dat... Er was zo'n ding en je mocht zeg maar een woord niet uitbeelden. Maar je moest er hints over geven. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja, ik ken dat spel. Dus nou ja, de hoofdstad van het woord was Tokio. En dan zei de hoofdstad van Japan. Maar ja, wist het gewoon niet meer, joh. Jij ook niet? Nee. Dus ja, nou ja. Dat kan gebeuren, maar... Noem nog eens een land. Friesland. Leeuwarden. Friesland. Oh, dit staat hier een... Dat is toch geen land? Er staat toch land bij? Ja. Ik ben benieuwd of deze tractor door gaat rijden die hier staat. Hoofdstad van Zuid-Holland. Zeeland. Zeeland. Nou. Vroeger dacht ik altijd dat de hoofdstad van Noord-Holland Amsterdam was. Nee, dat is niet zo, hè? Nee, Haarlem. Haarlem. Nou ja, oké. Even kijken. Wacht, nu weet ik het zelf ook niet meer. Nou, wat hebben we nou nog, wat hebben we nou nog meer? Voor plek, joh. België. Brussel. Duitsland. Berlijn. Berlijn? Dat is toch de hoofdstad van Duitsland? Weet ik ook niet eens, joh. Ja, dat is Berlijn. Ah, ik dacht dat dat München was. München? Ja. Nee joh, dat ligt bij de Alp. Dat is geen hoofdstad van Duitsland, hoor. Ik weet wel dat in München, volgens mij, dat is de grootste mediamarkt van de wereld. Oh, dat is wel een paradijs. Oh. Oh, ik dacht dat ze pas zei dat de mediamarkt van Rotterdam de grootste van Europa was, maar... Nee, die zit in München. Ja, die in Rotterdam valt wel mee, hoor. Oh, ze zei dat die heel groot was, maar ja, ik weet ook niet. Ik vind het nou niet echt heel groot. Ik ga niet vertellen hoe ik het weet, maar die is niet de grootste. Maar goed, we zijn in ieder geval op het volgende station. En dat is station Anna Paulona. Anna Paulo. Ja. We zijn alweer flink aan het toeteren, dus dat we moeten remmen. En heel soms, ik weet niet of het dit keer ook zo is, maar heel soms hebben we hier wel eens dat er een trein ons kruist. Even kijken hoor. Nee, vandaag is dat niet zo. Jammer. Ik heb deze route... Of toch wel? Waar zijn wij nou? Central Player? Oh, nee. Oh, wacht. Remmen. Oh, we hebben nog, joh. Ik dacht dat hier een wissel over moest. Ik kan er nooit... Ik kan er nooit een pijl op trekken, eigenlijk. Zo, nou. Misschien moeten we hier
een wissel over? Denk het wel, anders had dat zijn niet te knipperen. Oh, nou, toch niet. Tjing. Geld, geluid. Geld. Geld, geld. Hou jij ook zo van geld? Tuurlijk. Zeg ze wel, daar hebben we het al zo vaak over. Oh ja. Oh, ik moet even flink remmen, anders gaan. Ah, dat lukt wel. Dat lukt wel. Ik vind niet deze trein het lekkerste, bijna het lekkerste rijden. Ja, eigenlijk wel het lekkerste rijden van heel Train Simulator. Hoppakee, als je wil remmen, dat is gewoon... Hoppakee. Ja, kijk, nou. Hé, nu gaan de deuren wel open, kijk. Kijk, en we staan hier mooi, mooi vooraan. Ah, mooi toch? Misschien is dit wel leuk eventjes zo voor een, voor onze, hoe heet dat, thumbnail of zoiets? Even kijken. Oh. Thumbnail? Oh ja, die moeten we ook nog maken. Kijken of we ja, dit... Ja, daar ben ik mee bezig. Even kijken, misschien is maar dit... Een goede thumbnail te maken. Misschien ziet dit er wel leuk uit, zo. Ik weet niet waarom dat ding al zit te fluiten, want we hoeven nog niet eens te vertrekken. We zijn zo snel natuurlijk. Ja, mensen die vragen zich zeker nu af, waarom heb ik een groen doek achter me hangen? Ja, waarom is dat? Ja, nou ja, ik dacht misschien kunnen we wat met een greenscreen gaan doen, maar ja, jij vond het niet echt geweldig. Nee, ik zie er niet echt de meerwaarde van in. Of een greenscreen achter je te hangen, maar dan moet je belichting ook goed zijn, maar ja, dat... Nou, kijk, beetje... ik heb wel dit. Ja, ik kan dat nou niet zien, dus. Wat is dat dan? Ja, dat is mijn belichting, maar die is niet echt best, nee. Nou, in ieder geval, wij moeten nog heel even wachten tot wij mogen vertrekken. En in die tijd kunnen wij misschien eens eventjes kijken hoe de... Nou, de tuin ziet er gewoon een beetje aardig normaal uit. Even kijken, wat hebben we nog meer hier aan de boven? Oh, wacht, wat komen we uit? Even kijken, wat hebben we hier nog allemaal van moois? Ja, als ik het greenscreen wil laten werken, dan moet ik hem eerst ook... tussen mijn bed vandaan halen en dan over mijn bed heen leggen. Want ik heb het wel getest, het werkt wel. Alleen ja, de belichting die daar had je gelijk in, die werkt niet echt. Is niet echt goed. Ja, ik kan wel dure lampen gaan kopen, maar ja, dat is geld ook weer niet waard. Nee, precies. Nou, we mogen vertrekken, Dimitri, bijna. Oh, mooi. Als een slokje drink in de tijd nemen, dan... Lijkt het jou nou leuk, hoe heet het? Treinmachinist zijn? Ja, ja ik zei het vorige keer ook al. Ik had wel vroeger metromachinist willen worden. Normaal zou de Intercity naar Heerhugowaard naast jou komen te staan, maar deze heeft vertraging. Aangezien jouw trein een hogere prioriteit heeft, mag jij eerst rijden. Kijk. Oh. Maar ja, ik wou metromachinist worden, maar treinmachinist, ja, ik was vroeger altijd van de metro's. Maar ja, treinmachinist is ongeveer hetzelfde. Dus ja, ik... Vroeger wou ik het wel worden, maar tegenwoordig, ja, zit ik er niet echt op te wachten. Beetje een apart baantje, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Ja, zou het nou goed verdienen? Ja. Ja, ik denk als je eenmaal bij de NS binnenkomt, ik denk dat je dan nog best een leuke baan hebt. Een beetje zo'n grote trein besturen. Korting rijden, gratis misschien nog wel. Oh ja, korting rijden, ja, dat is wel mooi, hè. Dan kan je gratis met de trein. Je geen auto meer nodig. In principe ja. Niet. Nee. Ik geloof. Weet je wat ik heb gekocht? Een NS-dagkaart. Een paar weken terug. Oh, nou ja, we mogen natuurlijk niet vertellen waar je die gekocht hebt, want dat is nog eigenlijk... Nee, bij een winkel en die dat was heel goedkoop. En ja, dan ga ik een keer een hele dag onbeperkt met de trein. Was een actie. Heel de dag? Heel de dag. Dan ga ik van... waar ik woon, helemaal naar Groningen, naar Maastricht, naar Zeeland, naar Noord-Holland. Kom je even om een bakje koffie? Oh ja, gezellig. We gaan eventjes dat die trein is een beetje op zijn staart trappen, want anders schiet dit niet op deze route. Even kijken, hoeveel stations moeten wij nog? Dit is het ene laatste station. En dan moeten we om 10 voor zijn en dat gaat ons lukken natuurlijk.
Ik zet even mijn koptelefoon op. Kunnen de kijkers gelijk zien. Zo, dat is beter. Zou je het erg vinden als wij 15 kilometer te hard rijden? Denk het wel. Ja, ik moet zo meteen langer wachten. Maar ja, ik vind het alleen maar leuker om wat harder te rijden. Kijk, hier ziet het toch een stuk beter uit. Daar heb je ook niets aan, zo'n zachte rij. Bedoel ik. Ben je een beetje een heilig boontje? Precies. Dat wil je natuurlijk ook niet zijn. Ja, dan zit het toch al op de max van de trein, 156. Ah, ik heb dit, ik hoef hem toch niet te halen. Ik heb deze al een keer gehaald, dus daar hoef ik het niet voor te doen. Volgens mij betekent dat bord daar dat je je sein even in moet klappen, dus dan doen we dat netjes. Tuurlijk. Hoe heet dat? Je elektrische, je hoogspanningsdingen. Hoogspanning. Ik weet alleen niet wanneer ik hem mag aanzetten. Dat bord komt niet. Ik mag hem nooit meer aanzetten. Nou, doe maar weer aan. Goed, nou, we zijn komen nu aan op station Den Helder Zuid. Den Helder, dat is helemaal noorden van Noord-Holland. Dat is helemaal tegen de Waddeneilanden aan. Ja, en daarna dan gaan we naar ons laatste station, de heer Hugo Waard. Is dat in Friesland? Nee. Even kijken waar dat ligt. Ik dacht dat ik zo goed in aardrijkskunde was. Ja, dat zei je net, ja, maar... Hier staat een bord S, ik weet alleen niet wat het betekent. S? St. Post. Post. Dat vind ik altijd zo leuk als je in de stilte coupé zit en dan als er mensen zitten te praten, dan het heel hard te zeggen. Oh ja, dat is lachen. Maar ja, in de stilte coupé, dan zijn er soms van die mensen die zitten gewoon te praten. Dan kan je heel dat gesprek volgen. Ja, klopt, ja. Je moet eens een keer op YouTube zoeken als je onze video zo bekeken hebt. Wacht hoor. Hoe heet dat nou? Hey, daar hebben wij een ding staan. ICM, volgens mij. Of ICE, weet ICM. Ik. Van, die gaat de andere kant zo op. Het zou wel die trein zijn die wij bedoelden. Zo. Waar had ik het nou net over? Ja, dat weet ik ook niet meer. Zo, we staan stil. En we hebben zo een minuut de tijd. Kunnen de passagiers instappen? Oh, wat rijden we toch lekker door, hè? Straks stuurt de NS onze mail. Kunnen jullie niet alsjeblieft bij ons in dienst komen? Jullie reizen lekker door. Hebben we niet zoveel vertragingen. Hey, en die andere... Ja, ik weet niet of het goed gaat als wij in de trein zitten. Zo niet. Is niet zo moeilijk, lijkt me. Ja, wij gaan soms wel eens heel erg hard. En bij de jet train heb je het gezien, hè? Oh, ja. Hey, er stond hier net een trein en nu is die er niet meer. Apart. Oh, wacht, hier is die. Hij gaat alleen niet zo heel erg hard. Als die met deze snelheid het gaat... naar niet instappen gaat, dan duurt het nog wel even. Zijn we nu in Den Helder en we moeten naar Heer Hugo Waard. Ja? Ja, Heer Hugo Waard, dat is helemaal naar beneden. Oh, dat sorry, ligt... we gaan naar Den Helder. We komen van Heer Hugo Waard en we gaan naar Den Helder. Oh, maar wat zei je dan Alkmaar aan het begin? Ja, omdat het de route is, zo heet hij. Tjongejongejonge, wat ben ik slecht. Wat zijn we slecht? Waar zijn we nu dan? We zijn nu in Den Helder Zuid. Oh, we moeten naar Den Helder Centrum. Ja, dus dat is de volgende... Den Helder Centraal. Nou, jongens en meisjes. Nou, ik ben blij dat ik niet in deze trein zit. Dus je ziet hoe traag die gaat, die andere. We zullen wel weer eens laten zien hoe wij, hoe wij de snelheid erin gooien.
Met een groen sein, dus het kan niet meer misgaan. Alleen nog eventjes een teken hebben. Oh. Dit knopje moet branden en dan kan het gas er weer op. Ja. Hoppakee. Ja, misschien zien de kijkers het ook. Ik zit de hele uitzending met mijn microfoon te verstellen de hele tijd. Waarom dan? Ja, nou kijk. Ik wil die microfoon, ja, ik heb daar een reden voor. Die wil ik in beeld krijgen. Maar ja, ik moet hem wel goed in beeld krijgen. Dus daarom heb ik hem een paar keer anders gezet. Maar hij staat nu goed. En zo laat ik hem ook. Oké. Okay. Dat is wel mooi, zo'n microfoon in beeld. Oh, wat mooi. Wat hebben we nou weer dan? Oh, jij toch ook altijd zo, jij houdt toch ook zo van die microfoons? Ja, zeker. Ik bedoel, ik vind het geluid, dat vind ik minimaal net zo belangrijk als de kwaliteit van de video, hoor. Ja, ik ook. Kijk, en dan doen sommige mensen, die kopen wel eens een ding van twee tientjes of zo, drie tientjes. Dan denk ik van, ja, dat is zo'n C1U heet zo'n ding, toch? Ja. Nee, dat vind ik drie keer niks. Is drie keer niks. Je moet minimaal rode hebben. Ja, een Blue Yeti vind ik nou ook niet zo denderend. Nee. Ja, we hebben iemand die heeft een Blue Yeti, toch? Kennen we. Ja, alleen dat geluid klinkt echt heel vaag, omdat hij niet goed gebruikt. Nee. Hangt hij hem ondersteboven, terwijl hij er aan de voorkant in moet praten. De GameCraft HD. Nou, we gaan hier geen mensen zwart maken natuurlijk, hè. We zijn zo aardig altijd. Nee, dat is een vriend van ons, je mag gewoon het kanaal abonneren. Het staat zelfs bij onze vrienden van Game Channel, dat staat rechts op ons kanaal. Toch? Ja, klopt. Hey, ik zie dat wij zo meteen weer zo'n mooi blok hebben waar we tegenaan kunnen rijden. Oh ja, vorige week. Oh nee, die week daarvoor. Ja, nou ja. Ging het niet goed? Nee, dat ging niet helemaal de goede kant op, nee. Knalden we er opeens op. Bam. Hoppakee. Nou, we zijn aangekomen op ons eindstation. En dat is station Den Helder. Sorry voor de verwarring misschien. Dat je denkt van, hé, dat klopt niet. Nee. Kan gebeuren. Mocht je nou een suggestie hebben waar we naartoe moeten rijden of weet ik veel wat. Stuur het dan gerust in of laat het weten in de comments. Dat kan je hieronder doen. Doe alvast ook een duimpje omhoog. Ja, wat kan je nog meer doen? Abonneren natuurlijk. Abonneren, delen. Alles erop en eraan. Alles, alle reten meteen. Doe dat en dan... Hé, hier staat nog een OV-terrein. Echt? Ja. Een ander. Hoe kan dat dan? Er was er toch maar één van. Ja, dat dacht ik ook, maar blijkbaar niet. Nou, bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het een leuke video. Vergeet niet te delen. En dan zien we je graag volgende week weer met een nieuwe aflevering van... Train Simulator. Doei! Doei!